Hoi en welkom bij FEM. Deze hele week hebben wij What's in My Bag video's en ik ga jullie vandaag laten zien wat ik meeneem als ik een nachtje ergens anders slaap. Dus mijn overnight bag. En eigenlijk is dat bij mij een trolley. Dat is deze kleine trolley van Samsung. En dit is wat ik erin doe. Meestal is het zo dat als ik ergens één nachtje slaap, dat ik dat doe omdat ik bijvoorbeeld een feestje heb of iets. Of in ieder geval, ik ga uit eten. Dus ik heb daar een aparte outfit voor. Dan ga ik bijvoorbeeld in een spijkerbroek, maar dan neem ik een mooi jurkje mee. Dat doe ik vaak in een apart tasje. En die doe ik altijd hier. En ook heb ik vaak hakken mee voor beide outfits. Die doe ik ook hier. Vervolgens heb ik altijd iets van een tang bij me voor mijn haar. Zodat ik het vlak voor het feestje of het etentje nog even goed kan doen. Nou, in dit geval is dat mijn Chi krultang. Een haarspray. En mijn Mason brush. En dan gaan we verder met de beautyproducten. Als eerste dit tasje. Dit zijn eigenlijk de verzorgingsproducten. Daar zit in tandpasta. Tandenborstel met zo'n hoesje. Een deodorant. Een scheermesje. Droog shampoo. Een purity om mijn make-up mee weg te halen. Een mini parfum en eventueel iets van een sieraad. Ik doe mijn sieraden altijd hierbij. Dat is dan net iets beter beschermd. Eigenlijk is dit het enige wat ik nodig heb. Soms neem ik nog iets van shampoo mee. Als ik denk ik moet mijn haar tussendoor wassen. Maar ik probeer het altijd zo in te plannen dat dat niet hoeft. Dus dit gaat hierin. Deze gaat hier. En dan hebben we mijn make-up tasje. Ik heb heel veel verschillende soorten make-up tasjes geprobeerd. En dit is de makkelijkste voor als ik niet veel mee hoef te nemen. In principe voor één look is dit echt het perfecte tasje. Dit is een oud tasje van Sephora. En die heeft twee vakken. En ja, het zit een beetje door elkaar. Maar wat hierin zit is eigenlijk de make-up die ik iedere dag gebruik. Dus die vul ik dan in het tasje. En ik voeg nog dingetjes toe zoals nepwimpers, wimperlijm, een spiegel doe ik erbij. Ik heb hier een kwast in zitten, een lipstick. En hier mijn bronzer, mijn foundation, een blushkwast. Eigenlijk gewoon mijn everyday dingetjes plus nepwimpers en eventueel misschien nog een heftige lipkleur. Gewoon voor het geval als ik daar zin in heb in de avond. Bij dat feest waar ik de outfit voor heb. En dit kan zo mee. Heel handig. En deze gaat hier. Dan heb ik altijd nog de outfit voor dag 2. Ten eerste schoon ondergoed. En meestal neem ik een trui of een shirt of iets mee. Ik zorg ervoor dat ik in een broek ga die ik gewoon 2 dagen aan kan. Dus dit heb ik dan bijvoorbeeld vandaag aan. Maar morgen trek ik het dan aan met dit. En dit gaat ook zo mee. Hier. En dan hebben we de elektronica. Want ik heb altijd mijn laptop mee. Voor het geval dat ik nog iets moet doen. Werk. Die leg ik hier op. En dan heb ik hier nog mijn kabels. Als eerst mijn lader van mijn mobiel. Heel belangrijk. En die leg ik het liefst allemaal hier. Want stel ik ga met de trein. Dan, kijk. Ik heb wacht. Eerst even vertellen wat er nog weer bij zit. Oordopjes. Voor als ik video's ga editen ergens. En de lader van mijn laptop. Die leg ik ook het liefst hier. Zo, en dan kan dit dicht. En in principe zijn nu alle kleine dingen echt weg. De outfit. En hier ligt mijn laptop. En als ik dan bijvoorbeeld in de trein zit of zo, dan kan ik gewoon even mijn tas openen en dit eruit halen. En niet dat er allemaal dingen uitvallen. En ja, dit heeft in principe beauty en kleding. Zo. Deze kan dicht. Als ik een nachtje in het buitenland slaap, bijvoorbeeld ik vlieg naar Londen, dan zorg ik ervoor dat in dat beauty tasje allemaal producten zitten onder de 100 ml en wat dan in zo'n tasje past. Dan kan je dit in principe als handbagage inchecken. Zo. En dit is hem. Dat is nog niet alles. Ik heb natuurlijk mijn handtas daar dan bij, want het lijkt me net alsof ik verder geen portemonnee of zo meeneem. Ik neem mee zo'n klein handtasje mee en daar zit in. Nou, mijn portemonnee. Die is er al uit. Dan een zonnebril. Mijn mobiel. Wat heb ik nog meer? Sleutels. Elastiekje. 2 elastiekjes, 2 liplosjes. En de camera waar jullie naar kijken. En dan zit hij in principe vol. En dat is het. Dat is alles wat ik meeneem als ik een nachtje ergens anders slaap. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wat nemen jullie mee als je een nachtje ergens anders slaapt? Laat het achter bij de comments. En vergeet ook niet de video's van de andere meiden te kijken. Want iedereen heeft zijn eigen What's in My Bag opgenomen. Zijn eigen versie. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Bedankt voor het kijken en tot snel!
Vandaag ga ik het met jullie hebben over beginnen met hardlopen en enkele hardlooptips. Misschien dat sommigen van jullie wel weten dat ik echt een hardloopjunkie ben. Ik ben echt dol op hardlopen.